is een beetje gammel. Als u bijna even daar gaat zitten, op dat gewone zwarte bankje. Meester Mans. Wij noteren de officier. Dat zijn we van meester Mans. Meester Mans is advocaat. Nee, ik snap het helemaal niet. En weet hoe het hoort. Het is een andere officier dan onze dag. Dat is geen officier. Hoor, ik dacht dat hij dat zei. Even kijken, ik kijk even de zaal in. Is er iemand met de naam Johan Peter Teunissen, geboren 4 september 1958? Mijn ouders noemden mij Johan Peter en dat staat op mijn geboorteakte. Die heb ik bij me. Mijn vader is van de familie Rijn Teunissen. Oké, van de familie Rijn. U bent geboren 4 september 1958. Dat is mij verteld, maar daar heb ik geen herinnering aan, dus dat moet ik gewoon aanleggen. Dat begrijp ik, maar ik vat dit toch op als een bevestiging. Meneer Teunissen, dan mag u daar gaan zitten, op dat verhoogde bankje. Mijn naam is Iaga. Meneer Teunissen, u mag daar gaan zitten. Meneer Teunissen is de familielijn van het vaderstand. Dus, wie is mijn naam? U mag daar gaan zitten. Een bankje verder naar voren, meneer Teunissen. Dan kunt u niet beter niet over de microfoon halen, want dat geeft maar veel te veel lawaai. En dan, achter u, zie ik zitten, ik denk, Gender Teunissen, geboren 7 maart 1994 in Haarlem. Klopt dat? De naam die ik kreeg van mijn ouders is Arnold. En zover ik weet ben ik inderdaad geboren op 7 maart 1994. Even kijken, dan geeft u geen antwoord op de vraag. De vraag was, bent u Gender Teunissen, geboren 7 maart 1994? Ik ben een mens van vlees en bloed, niet met een persoon. U mag nu de vraag gaan beantwoorden met ja of nee. Bent u Gender Teunissen, 7 maart 1994? Ik ben niet Gender Teunissen, ik ben Adam Teunissen. Goed. Mevrouw de officier, ik heb een oproeping voor Gender Teunissen, 7 maart 1994. De dagvaarding is correct getekend, zo zie ik. De vraag gesprek? Goed. Dan is meneer Gender Teunissen niet verschenen. Dit is de geboorteakte, als u het wilt snappen. Dank u wel. Gender Teunissen is geen meneer, hè? Gender Teunissen is een natuurlijk document. Of een natuurpersoon wat een document is. Gaat u zitten? Ik blijf hier gaat staan. U zitten? Mag ik blijven staan? Nee. Want? Omdat ik zeg dat u gaat zitten. En ik ben hier degene die de orde van de zitting bepaalt. Je kunt een natuurlijke persoon uitzien. Dit is een natuurlijke persoon, Gender Teunissen. Mijn vraag aan u, bent u Gender Teunissen geboren 7 maart 1994? Dat mag u zelf beantwoorden met ja of nee. Ja, op het moment dat hij zou zeggen dat ben ik, fraudeert hij. Want hij is geen papiertje en geen natuurlijke persoon. Ik stelde de vraag aan Gender Teunissen. Maar als hij niet hoeft daar niet het antwoord op te geven. Ik heb u mijn antwoord gegeven, maar met deze is Gender Teunissen verschenen als natuurlijke persoon. U bent Gender Teunissen. Dit is de natuurlijke persoon die verschenen is in uw rechtbank. Ik wil op tafeltje. Meneer Teunissen senior, zo zal ik het maar noemen. Noemt u mij Iaga of Peter van Holland of meneer Teunissen, ik leg u nu het zwijgen op. Want ik ben in gesprek met die meneer. Hoeft u maar niet het zwijgen voor te leggen. Ik zeg het maar nu nog één keer aan. Ik leg u nu het zwijgen op, want ik ben in gesprek met die meneer. Nog één woord en u wordt uit deze zaal verwijderd. Is dat u duidelijk? Allemaal vragen aan u.
antwoord mag ik niet aannemen dat u Gerdert Teunissen geboren op 7 maart 1994 te Haarlem bent. Dat betekent dat die persoon die voor vandaag is uitgenodigd niet is verschenen. U wordt verzocht in de zaal plaats te nemen als gewoon publiek. Johan Peter Teunissen is ook niet verschenen. De zaak wordt nu verder tegen verstek behandeld. Althans, tegen voor wat betreft Gerdert Teunissen. U bent verschenen. Mevrouw de officier, kunt u vertellen in beide zaken waarvoor de heren hier worden verwacht? De heren Teunissen worden in principe van hetzelfde feiten verdacht. Dat zijn 3 strafbare feiten gepleegd op 8 februari 2015 in Delfrouw. Dat zij als eigenaar of houder een personenauto op de weg hebben laten staan, dan wel daarmee hebben gereden, terwijl deze voorzien was van valse kentekenplaten. Het ging om een voertuig met het kenteken 7 MBH 69, 6 MBH 66 en 9 MBH 99. Daarmee merk ik op dat in de telastlegging zij beide als pleger worden aangemerkt en ik wil gebruik maken van de mogelijkheid om voor een wijziging ter vastlegging in te dienen, met die verstande dat ik zei al dat ik beide personen als medepleger van dit feit wil aanmerken. En ik verzoek u om dat toe te staan. Ik zeg u op voorhand dat ik dat niet kan toestaan voor de verdachte aan wie verstek is verleend, omdat die dat niet is. Voor de welverschenen verdachte zou u wel de wijziging willen doen? Dat zou ik wel doen. Kunt u mij gewoon goed uitleggen? Dat zal ik u in gewone woorden uitleggen. Mevrouw wilt een wijziging ter lastenlegging voorstellen. Die wijziging houdt in dat oorspronkelijk werd u verweten dat u ieder afzonderlijk het ter lastenlegging feit zou hebben begaan. En thans, althans als de wijziging wordt toegelaten, wordt u verweten dat u het samen met een ander zijn uw zoon heeft gedaan. En wat heb ik gedaan? Zij zegt valse praten, maar dat is allemaal niet waar. Dat wat u verweten wordt, dat heeft de officier hier zojuist voorgegaan. Of dat waar is, dat wordt al juist vandaag beoordeeld. Daarover zouden wij graag u horen. Goed. Eerst die wijziging, u heeft hem op schrift, mag ik aannemen? Nou, u heeft inmiddels begrepen dus waar het op gaat. Ik controleer het even. Aan wie vraagt u het? Wie wat begrepen? Vraag ik aan u. De wijziging is dus dat oorspronkelijk stond, u heeft dat wellicht gelezen, dat u werd verweten dat u als eigenaar of houder het een en ander zou hebben gedaan. En thans wordt u verweten dat u het tezamen en in vereniging met een ander zou hebben gedaan. In vereniging met de Verenigde Natie Maharata. Ik ben niet de eigenaar van die auto. Dat is degene die opgeroepen zou moeten worden volgens mij die zit daar. Ik ben schrijf, ik vind geen man daar. Dat is zeg maar, als je doet, vereniging, de Verenigde Natie zonder S Maharata. Niemand bij het erkend land en daarom zitten we meteen in het internationaal recht. Goed, dank u wel. Ik hoor u op de zaak ingaan zonder bezwaar tegen de wijziging ter lastenlegging. Die is dan toegestaan. De griffier zal deze aftekenen en aan u uitreiken. Goed. Meneer Teunissen, u heeft de officier gehoord waar het over gaat. Eigenlijk gaat het over 3 auto's, 2 Mercedes en een Audi.
Audi. Ik zal u even kort voorhouden van waarom de officier meent dat het u het een en ander te verwijten zou zijn. De officier die heeft ons een dossier overgelegd en daaruit komt naar voren dat de politie die reed daar langs in de buurt van de Chirurgijnstraat en zag daar 6 februari een auto staan, 6 februari 2015 houden we dan over, met een heel bijzonder kenteken. Daar hebben ze toen niet zo heel veel mee gedaan, behalve terug naar het bureau zich afgevraagd van wat kan dat nou toch betekenen. Vervolgens zijn ze op zondag 8 februari 2015 opnieuw langs gegaan en toen zagen ze 3 auto's met dat, ja, dat leek een buitenlands kenteken te zijn. Het was een witte nummerbord met zwarte letters en ook ja, figuren, wellicht letterstekens uit een andere taal. En uiteindelijk de leesbare cijfers, dat zijn dan die cijfers zoals 7 MBH 69, 6 MBH 66 en 9 MBH 99. Nou, ze hebben u toen eigenlijk ook gevraagd hoe het zat. En heeft u eigenlijk uitgelegd dat het hier gaat om auto's die zijn uitgevoerd uit Nederland. Vroeger hadden ze ook een Nederlands kenteken en ze zijn uitgevoerd, dat betekent naar een ander land. En dat andere land, welk land zou dat zijn? Ze zijn toegelaten in Maha Bharata. Maha is groot, Bharat is moederland, het grote moederland. De wereldwijde natie die we kennen als moederland. Maha Bharata. Juist, Maha Bharata. Ja. En daar staan zeker die letters MBH ook voor. Correct. Ja. Maar u heeft toen ook eigenlijk allerlei papieren overhandigd aan de politie. De papieren waar ze op vroeg worden. Ja. Een kopie van de, nou, de papieren die erbij worden, kentekenbewijzen. Dat zijn kentekenbewijzen afgegeven door Mahabharata. Want daar zijn ze toegelaten. Ja. En ik begrijp ook dat ze daar ook verzekerd waren. Dat heet Community Risk Management, Community Shared Risk Management, via Q3.net of Artabana, ja, daar is een ander systeem dan de Vaticaanse assurantiebanken. Want het idee van aflaten, waar de gewone verzekeringen op gebaseerd zijn, dat wordt door ons verlaten. Omdat je nooit als mens je verantwoordelijkheid kunt delegeren aan iemand anders. Ook niet aan een bank die daar geld mee verdient. Of een wetgever die dan privéwetjes maakt en daarmee mensen onderdrukt. Dus Mahabharata heeft het anders geregeld. Je kunt een beetje terug naar het onderlinge systeem van hoe ooit dat begon. Als je, nou, als je in een klein dorpje zat en één boerderij brandde af, dan hielp iedereen die boerderij te maken. En dan maakt het niet, of te repareren. En dan maakt het niet uit van wie de boerderij was. Je doet dat natuurlijk met elkaar en voor elkaar. Ook als je dat wat kost. Dat is het oude onderlinge systeem. Ja. Ik zag ook de verzekeringsbewijzen, zo noem ik ze maar, daarvan zag ik ook kopieën in het dossier. Ja. Daarin lees ik eigenlijk terug dat de maatschappij eigenlijk alleen dekking gebiedt voor gebeurtenissen op het grondgebied van Mahabharata. Ja, dat is wereldwijd. Ja. Oh, dat omvat ook Nederland, bedoelt u? Nederland is een district in Mahabharata. Kijk, het idee van de Verenigde Naties in 1948 was best mooi. We gaan in plaats van oorlog voeren, gaan we gewoon overleggen met elkaar. Maar u heeft ook wel gezien de laatste tijd dat dat niet werkt. En landen doen niet mee of landen hebben hun eigen agenda die ze belangrijk vinden. Het oorspronkelijke wereldpaspoort wat in 1948 werd ontworpen door Kijk ook naar het geboorteland wat hier staat. Dat was natuurlijk heel mooi. Hè, van nee, we zijn Verenigde Naties, laten we één paspoort maken met elkaar.
Want dan hebben we al die grenzen ook niet meer. Een beetje voorloper van de EU gedachte. Tenminste, de goede kant van de EU gedachte. Ik zie hier staan natuurlijk een boer met een Schiebroek. Maar is Schiebroek weer een deel van Rotterdam? Rotterdam heeft het opgeschrokken, zoals al die gemeenten steeds alles opgeschrokken. Op die manier. Dus zoals Nederland weer een deel is van Mahalo-Hatta. En België en alles. Ja. Alles heeft een verhaal, anders raakt hij zoek. En distortioneel, als ik het goed zie. Dit is een geweldig ding. Ik kon er zelfs de Tweede Kamer mee bezoeken afgelopen eergisteren. Dus, en de gevangenis in Nederland op bezoek, dat wordt al erkend. En er zijn een aantal landen die wel hebben gezegd, ook bij ons kunnen mee reizen. Ik geloof Venezuela, een aantal Afrikaanse landen. Maar er zijn dus een hoop vrij zelfzuchtige landen die zeggen, ja, maar wij willen de controle zelf hebben. En willen zelf aan verdienen en met visa's. Ja. Nou, net zoals 20 jaar geleden niet kon weten dat we door dit stuk van Europa konden reizen zonder paspoort. Nu kan dat wel. En door die EU-gedachte, die grenzen zijn even weg. Die gedachte is prima. En want we zijn, die gedachte van 48 na die Tweede Wereldoorlog, van laten we alsjeblieft voorkomen dat die oorlog komt, die ondersteunen. Alleen de praktijk werkt niet, omdat er allemaal zelfzuchtige mensen, vooral vanuit de zakenwereld en de bankenwereld, grip krijgen op de regeringen. Bedrijven veel machtiger worden dan landen regeren. Je weet het, het inkomen van Apple is vele malen groter dan een aantal landen. Dus hoe kunnen die, dat ze niet meer tegen optreden. En dan gaan die landen ook nog eens zakelijke wetjes maken, dat noemen ze dan democratisch, maar er is niks democratisch meer aan. Ook al is de gedachte wel aardig. Eergisteren was ik daar achter de schermen in de Tweede Kamer. En dat er inderdaad een plek is waar, als je een volksvertegenwoordiger bent, dat je daar kunt rondlopen en iedereen is jouw dienstbaar. Er is geen baas daar. De volksvertegenwoordigers van 151 zijn zelf de baas. Dus dan moet je zeggen, nou, gaan we Spaan rood of Spaan blauw of gaan water nemen. Dan moeten ze zelf beslissen, er is niet iemand die dat zegt. Dat is natuurlijk heel mooi dat het echt onafhankelijk mensen zijn. De praktijk is echter dat ze stuk voor stuk door bankiers worden aangestuurd. En die bankiers doen dat de quattro politica, dus de vierde macht achter de schermen. Die heeft helemaal zijn eigen agenda. En die ontwricht alles. Kijk wat hier gebeurt met de CIB-boetes. Kijk wat er gebeurt met de grondwet. Was het Wim Kok die twee kabinetten heeft helpen laten vallen en toen gauw die artikel 120 erdoor vogelde, zodat u niet meer aan de grondwet mag toetsen? Hè? U doet, als ik het goed heb, de eed of de belofte, dan mag u kiezen op trouw aan de koning. Dat is op de beurt, maar vooruit, dat kunt u kiezen. En dan ook aan de grondwet. Maar u mag niet toetsen aan de grondwet. Die wetgevers die maken u eigenlijk een schizofreen. Want u zegt, ja, maar ik vind eigenlijk dat de officier van justitie geen auto's mag afpakken. Maar ja, zij maken een of ander wetje dat ik het verbeurd mag verklaren. Ik moet de wet uitvoeren. En dan zit u nog op een vervelende positie. Hij heeft Mahabharata ook eigenlijk nog eigen wetgeving? Ja, we hebben ik kan iets van de gegeven. Dat kan zou dat toch ook toepasselijk moeten zijn. Dat is ook eigenlijk zo, en dat is ook zo. Het is een stukje van het verhaal, van veel langer, maar dit mag u hebben en kopiëren. Mahabharata voldoet aan alle eisen waar een natie, die zijn over 200 jaar. Beschrijft u eigenlijk kort zeg maar het staatsrecht van Mahabharata? Om een land te zijn heb je een aantal spelregels, internationaal, mondiaal bepaald. Ja. Je moet een regering hebben. Een grondgebied, nou dat is deze hele planeet, daar beperken we toe, daar kunnen we natuurlijk ook nog andere planeten hebben. Dit mag ik houden, voel ik het ook in het dossier? Ja, goed. En misschien heeft u ook een exemplaar voor de... Dat heb ik vast helemaal nodig, ik zal even graven in papier en anders kopiëren wat ik kan doen. Of kijk ik even achterover. Ik ga zo even kijken. Dan zorgt mij dat de officier het ook verstandig. Dit is zo makkelijk, deze niet in kleur. Alhoewel, ik zag afgelopen week dat u ook een mooie kleurmachine heeft hier, om te kopiëren. Ja, want die werd nog wel niet gebruikt, denk ik. Als je het vraagt, ik krijg een kopietje van een ontvangstbraak in keurig en kleur. Dit is zoals wij dat doen. En dat is blauwe twistiepapier. Als het goed is, werkt u onafhankelijk en in dienst van het volk. En bent u dus de twistie, de toevertrouwde van het volk. Het volk vertrouwt u dat toe. Dat is de blauwe kleur die erom is. En dat staat er ook even op. Dit is een soortgelijke zaak als Bjorn Christa, alleen dat was een hoorzitting. Ja, die kwam een dossier van, die kan ik u ook geven. Maar dan kloppen de naam niet helemaal. Ik weet uw naam ook nog niet recht aan.
dat was bij de collega meneer Van Eyck, maar ik zie geen naamwoordje bij u. Nee, dat klopt ook. Dus ik ben wel benieuwd hoe u heet. U mag gewoon meneer de politierechter zeggen. Meneer de politierechter, dat is uw functie. Maar net als u mij vraagt, als ik u vraag om de natuurlijke persoon, wat overigens mijn recht is om dat te weten, want ik moet natuurlijk wel controleren. Ik zou het u vertellen, meneer, mijn naam is Hensen. Hensen. Hensen, meneer Hensen. En voorlet? C. C. Hensen. Fris. Fijn om dat. Nou, Cornelis. We googelen u, hoor. Dat ga ik vanuit. Ja. Kijk, voor, het gaat om die voornaam. Hè? U bent de voornamelijke persoon. Want op uw geboorteakte staat niet uw achternaam. Bij mij ook niet. En daarom is het zo misleidend als u zegt, bent u die achternaam. Dat ben ik niet. Dat is Anderen ook niet. En ik heb hem zo opgevoed dat hij zoveel mogelijk zijn best doet om waarachtig en waarheidsgetrouw te antwoorden en te zijn. En daar zag u net een voorbeeld van. Hij kan niet zeggen dat hij een bankdocument is, wat gemaakt is door de bankiers van de Staten van Nederland. Dat is het niet. Hij zegt, ik ben een mens van vlees en bloed en mijn ouders hebben me allemaal doorgenoemd. Dat klopt. Goed. Dank u voor deze informatie. Eigenlijk heb ik u al voor het grootste deel voorgehouden van wat er dan ook in het dossier zit. Want daarin zit natuurlijk ook het verhoor van uzelf. Want ik ben ook toen opgeroepen bij de politie om een verklaring af te leggen. Ja, dat ging niet om een oproeping, maar zij we nemen je ook mee voor onderzoek. En ik zei, oké, dat is de enige reden. Ja, want dat is uw taak in dit district. Hè, alles wat goed is in het district, dat steunen we. Onderzoek het en breng je Oost zo snel mogelijk terug. Want u zult vinden dat het allemaal klopt volgens de mondiale en internationale wetgeving. Via de Universele Mensenrechten, verklaringen. Ja, even, u bent toch ook uitgenodigd geweest om op zondag 22 februari op het politiebureau te komen? In het proces verbaasd staat dat ik daar ben. Maar voor ons was dat meer vanuit Mahabharata, dat we van hun horen, waarom doet hij niet? En ze lieten de president van Mahabharata niet binnen, ze lieten Anderom en mij. Dat is de meneer die daar ook zit? Ja, Chris Nalander. Oh, ik dacht dat het uw advocaat was. U mag ook, maar dan zou hij eigenlijk hier zitten. Ja. Nee, dat is degene naar wie de oproep werkelijk toe had gemaakt. Want als iemand de eigenaar is, zeg maar, van de voertuigen die allemaal in community bezit zijn, dan is de president van Mahabharata, de Chris Nalander, degene die al die tijd gewacht heeft op die, in de postbus, wat ook op die kopieën staat, op die oproep. En die kregen we niet, dus wij hebben gezegd, ja, maar wat zijn die auto's nu van die meneer dan? Ja, of van de staat? Van de staat van Mahabharata. Daar zijn die dingen, zoals alles op moeder aarde van iedereen is dat in Mahabharata ook vrijwillig zo. En wie reed dan meestal in die auto's? Wie hem nodig had, en die zette zijn eigen kenteken erop. Dus daarom wisselen die kentekens op af en toe. Oh, die kentekens zijn persoonsgebonden? Ja, niet autogebonden zoals Nederlandse kentekens. Kentekens, identificatieplaten, dus we noemen het iets anders. Ja, en dus een beetje Belgisch systeem. Ja. En welke nummer hoort dan bij die persoon? Ja, 66 en BH6. Ja. En dat is natuurlijk een knipoog naar het satanisme, hè, want de 66 komt je altijd tegen. In mijn functie als theonoom, waar ik dus ook nu sta, dan gaat het over die donkerrode Mercedes-Benz. Afhankelijk welke voertuig ik nodig had. Oh, want, ja, maar toen de politie langskwam op de achtste. Toen stond hij geparkeerd met wietplaat. Ja. Want we willen niets verstoppen dat niemand weet waar hij bij hoort. Ja. Hè, dus eigenlijk zou je hier zonder plaat kunnen staan. Maar wat moeten we er dan op zetten? Hè, want dat schept onrust. Dat kan dus ook betekenen dat u wel eens in de andere Mercedes reed. Maar dan zat u die 66 plaatsen. Ja, of in de jeep, of op de scooter, of op wat dan ook. Ja, alles. En dan is hier, dat is precies als die wel gaat. En zo reed u ook wel eens op de, met de Mercedes-Benz? Ja, met allebei de Mercedes. Ja, en die Audi, die was er ook nog. Ja, die Audi is een leuke auto die met ons gedoneerd of het eigenlijk was de eerste auto die Anderom kreeg. Van iemand die zei, ik vind het leuk wat jullie doen en ik heb een auto, die kan er niet voor zorgen. En ik dacht, nou, dat is leuk. Ik ben 18 plus of 40 en ik heb een auto.
president. Een Audi zelfs. Een Audi zelfs. En ja, dus was hij heel blij mee. Hij is mooi opgepoetst en was hij weer bezig naar de garage geweest om te delen van wat er allemaal gebeurt. Want ze willen MAHA APK, MAHA is groot, meer dan een APK. Een grotere APK, want in alles, in MAHA Bratten, hoor je het beste te kiezen. En het is een, door de RDW erkende ja. APK-keuren. Maar hij dat hij is gewoon een great county, country. Ja, een wereldwijd land. Ja. Dat is een planeet. Urantia natuurlijk. Of Gaia, of wat dan ook. En waar dus alle mensenrechten moeten gelden. En u weet dat hij wel verklaringen doet in deze districten, ja. Maar dat zijn niet altijd gedragen. He, dus hij is verklaren van ik ben tegen de doodstraf, maar ik heb het niet verklaard, niet, dus geen contract, dus ik mag je wel doodmaken. Dat was maar een verklaring. Zo wordt ermee omgegaan, meneer Hessen. He, als ik u vraag, steunt u als rechter, meneer Hessen, staat u achter de universele rechten van de mens? Dan mag u niet eens antwoorden. We hebben het bij een collega gevraagd. Ja, nee, de regering staat erachter. Ik zeg, dat vraag ik niet. Vraag of u als mens achter de. Er komt dan een GVO-verhaal van de officier van justitie. Die is namelijk ook nog een beetje benieuwd. U mag niet eens zeggen vanuit de positie hier van de staak achter. Want dan zou u zich er ook aan moeten houden, toch? Want je kan niet één zeggen en het andere doen. Dat is, ja, dat kan schizofreen, maar dat vinden wij dan. Dan wordt je afgekeurd als nou, ontrekkingsmaatbaar in Nederland. Als een raakingsgrond, zou ik zeggen. Goed. Dus ja, in Marabagata is de grondwet gebaseerd op de universele rechten van de mens, plus op de natuurwet. En we gaan niet in discussie over de zwaartekracht en over de wet van de oorzaak en gevolg en duplicatie en zo. Dat kunnen we doen, maar dat schiet niet op. En dus die natuurwetten gelden. En dan kijk je naar het volkenrecht. En in het volkenrecht heb je dat groepen mensen vaak een strafrecht maken. We houden niet van moorden, we houden niet van stelen en we houden niet van dwingen en niet van plaatsen. Nou, die dingen zitten er bij ons ook in de grondwet. Maar eigenlijk zijn dat deugden of individuele menselijke waarden. En daar zou Nederland een voorbeeld aan moeten nemen. Alleen dan zijn de meeste politici hier niks meer te doen hier. Als ze geen kwaad meer mogen spreken en niet meer mogen drinken. En we moeten doen wat ze zeggen. Dat is duidelijk. Goed. Mevrouw de officier, ik denk dat ik hiermee de feiten voldoende heb besproken, zowel in beide zaken. Dus heeft u daar nog vragen over? Ja, ik heb nog wel een vraag. Want u zegt dat die kentekens gebonden zijn aan de persoon, dus niet aan de auto. Maar van wie is dan dat kenteken 7-NBH69? Van Amadon. Oké. Okay. Dat is uw zoon, hè? Die is geboren uit zijn moeder en mijn schoon. En dat kenteken 9-NBH99? Ja, dat is wat ik aan vertellen. Dus als ik mijn persoonlijk doe, dan heb ik die knipoog, want we kunnen zolang je keuze er is zelf de kentekens kiezen, de nummers. Ja. Zoals dat in België ook is. Mm-hmm. Maar soms heb ik een auto in mijn functie als toezichthouder voor mijn apparaten. Mm-hmm. En dan zeg maar dat hij voor, zou moeten doen, u rijdt voor de minister of zo. Hè? En dan, mm-hmm. dan rijdt hij in de auto van de minister, die is speciaal voor de koning. Nou, heeft u een AA-kenteken. Dan wordt het even anders. Dan zet u niet uw eigen kenteken op, want u bent chauffeur van de koning. In functie van de koning, u moet weet ik wat, iets doen voor de koning. En die rijdt u met de auto van de koning. En dan zet u dat AA-kenteken van de koning op. Dat is die 999. Dat is ook weer een heel spiritueel getal natuurlijk. Okay. Dus uw kenteken plaat in functie? Is 999. Dat is allemaal bekendgemaakt ook aan uw parlementariërs. Dat is natuurlijk het hoogste wat hier is. Ik tel hem ook eerst niet mee. Ja, dus dat is allemaal bekend. En dat is allemaal geregistreerd in de administratie van Mahabharata. En die is ook toegankelijk. Okay. Dus, en ook medegedeeld aan, niet alleen aan de Verenigde Naties, maar ook aan de Hoge Raad en aan het parlement en dergelijke. Dus, want er komen op artikel 41 waar je het over had. Met het overwerk onderwerp. Ik heb in principe mijn vraag beantwoord. Ik heb daar nog een vervolgvraag op. Als ik het goed begrijp, dus die drie auto's, zijn die dan onder jullie hoede gebracht of hoe moet ik dat dan zien? Ja, zoals de RDW zegt, de auto's in Nederland, van de Nederland zijn onder onze hoede, sterker nog, ze zijn ook van hun. Hè? En dat heeft Maandrat al gedaan, alleen dan wordt het anders verdeeld. Die auto's dienen het doel, zeg maar, van vrede op aarde. Mm-hmm.
situatie tegen symbool van een mooie aarde. En ik denk dat die mooie aarde brengt en die oogst niet meer nodig heeft, veel minder. Oké, dus uw zoon die kan ook met zijn kentekenplaat 7 MBH69 met de rode Mercedes rijden? Binnen, ja. Moet hij erop zetten en binnen de afspraken en de wetgeving van mevrouw Baratta, waar die dan voor getekend heeft natuurlijk, hè, hoe die zich dan gedraagt, mag die dat doen, ja. Als die ook beschikbaar is. Ja. En die kun je dus ook vrij makkelijk wisselen. Ja. Maar inderdaad langs de weg zetten, zonder kenteken, dat geeft verwarring. En we zijn er niet om nog meer verwarring te veroorzaken dan dat deze staat al verward is. En dat probeer je ook voor het verder gaat. Want ik heb eigenlijk verzuimd om te zeggen dat ik het aanraad goed te luisteren, maar ook natuurlijk zwijgrecht heeft bij deze. Nou, ik heb met zwijgen opgelegd, ik heb toch iets gezegd en de agenten hebben het niet uitgehaald. Ja. Dus dank u. Maar goed, dat waren de vragen. Dat waren de vragen. Dan denk ik eigenlijk ook altijd over persoonlijke omstandigheden om te praten. Dat u eigenlijk al over begonnen, ook met uw uitleg van de staat Mahabharata. Daar speelt u toch, begrijp ik, een belangrijke rol in. Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, ik heb eerst geboren in Schiphol, ziet u, dus ik heb een mooie opvoeding gehad. Eerst daar inderdaad hier in de buurt Voorschoten. En de scholen, de namen, hoge opleidingen. En gemerkt dat niet zo is als mij geleerd is als kind. Dat rechts kunnen rechtvaardig zijn, politici er voor de mensen zijn en dergelijke. En daar ga je kijken, hoe moet dat dan? En eerst dus geprobeerd het allemaal binnen de systemen op te lossen en toegezien, ja, je kunt niet compromitteren aan iets wat corrupt is, ook niet een beetje. Dus op een gegeven moment, niet dat ik dat corrupt maak, dat is corrupt. Ik heb gezien hoe de TBS de bunkers van binnen eruit zien, de gevangenissen, het rechtssysteem dat zo, het strafrechtssysteem dat zo. Bent u ook al in de gevangenis geweest? Oh ja, ja, ja. En niet alleen van gijzelingen, maar met valse beschuldiging kom je vrij makkelijk. Meneer Krombach die zei al een keertje. Kijk zelf ook eens dan toch naar uw strafblad. Daar zie je toch geen. Meneer Krombach heeft zelfs een TBS-veroordeling gehad om mijn gedachtegoed. Alleen de staat en de Pieter Baanzen waren zo corrupt dat ze alles hebben gedaan om uiteindelijk dat een beetje weg te poetsen. Tot en met dossiers die op weg gingen naar het Europese Hof met de vrachtwagen en al in beslag te nemen en spoorloos laten verdwijnen. Nou, we hebben het over de corruptie. He, en als u Piet Waanzaak was, meneer Bijaard was de geneesheer directeur. Oh ja, ik zie het niet inderdaad staan. Dat is heel lang geleden. Ja, maar dat maakt niet zoveel uit. Als je als in 1991 bent u geweest bij de meervoudige strafkamer in Haarlem. Een valse beschuldiging. En er was geen enkele. En die beschuldiging die was. Ja. Een leuke ex. Voor een poging voor. Een leuke ex die. Nee, natuurlijk. Een leuke ex die. De kinderen wilden de 12 huizen die ik gebouwd had, de erfenis van mijn moeder en een vriendje had en van mij af wilde. En dat lukte in eerste instantie niet om me op te laten sluiten in de psychiatrie, wat meestal wel lukte. Maar ja, je moet wat wijzen, dus je weet hoe je daarmee om kan gaan. En toen dacht ze, nou dan ga ik hem zeggen dat hij mij probeerde te burgeren. Niet dat dat gebeurd was, niet dat dat op mijn spoor was. Sterker maar bewijzen dat het niet zo is en dat hij hele verhaal niet klopte. Vanaf moment 1 met een valse getuige die daar dan een paar huis voor kreeg. Alles op tafel. Maar het wonderlijke is dat de officier van justitie of de hulpofficier die van gaan helemaal niet bezig is met waarheidsvinding. Hij zegt nee, het systeem werkt alleen op. Daar is het slachtoffers, jij bent de dader en zij is de slachtoffer. Slachtoffer hoeven we trouwens ook niet psychiatrisch te laten onderzoeken. De dader kunnen dat wel doen. Nou. En op een gegeven moment gaan ze omdraaien. Hè? Pieter Baanse. Ah, het is een heel verhaal. Ik zal het even kort houden zoals het dan hier in de registratie staat. Oh. Dat is toen geëindigd met een vonnis wat ook onherroepelijk werd naar 1991. En de beslissing was toen dat die poging moord bewezen is verklaard. En dat er toen een ontslag van rechtsvervolging is gevolgd. En zoals dat toen heette, een TBR. Ja. En die TWS die is al geëindigd. Twee jaar. Hij is, ja. Hij, ik,
1995. Hij was dus 2 jaar eerder was hij ingegaan en met al een hoge beroep. Met tot 2 keer toe, dus in de kantoor gerecht en in hoge beroep, onwettige vonnissen. Want ze wisten het er niet uit te praten. Er is nooit een onderzoek gedaan, heeft plaatsgevonden. Er is geen psychiater of geen psycholoog die mij onderzocht heeft in Pieter Baanstad. Ik heb ook geen woord gezegd. Ik zei van stuur maar zo. Ja. Ik wil alles meewerken, maar dan nemen we alles op de video. En dan mag u een video hebben voor uw studiedoeleinden, meneer Bijhard. Maar zo niet, dan heeft u mij niet nodig, want de uitslag staat van tevoren vast. Hè? En dat heeft voorheen genomen. Ik gaf het vooropgesteld plan naar van tevoren vastgesteld toe. Hij weigerde dat, ondanks dat ik daar zelf 30.000 euro voor neerlegde. Zodat, dan heeft u mij niet nodig, dan zeg ik ook niks. En, maar dan kunnen ze niet, we hebben 2 handtekeningen nodig. Hè? Een psychiater hoeft niks te wijzen, maar een psycholoog die kan ineens een handtekening zetten op basis van onderzoeksrapporten. Die had hij nooit met mij gesproken, niks onderzocht, zet gewoon zijn handtekening. Alles is corrupt daar. Tot en met die Hoge Raad in Amsterdam, of niet de Hoge Raad, de rechter, die gewoon valse onwettige vonnissen maakt om maar van die zaak af te zijn. Een herhaling. Geen advocaat die het meer wilde doen. Vervolgens ga je naar de cassatie. 4 cassatiepunten. En die cassatie die veegt ze allemaal aan de kant. Nou, eentje niet, dat er die onwettige vonnissen. Ja, dan strepen ze gewoon de helft door. Van ja, de andere helft is wel vonnis, wel wettig. Hè, dat hoor je over te doen. Maar ze willen het niet over doen in dit land. Niet als je aan dit systeem komt met gezond verstand. Hetzelfde als dat nu. Goed. Nou, toch nog even afmaken. Maar de TWS is dus opgeheven 2 jaar later, want zelfs de reclassering wilde er niet meer aan meedoen. Nee. Die zijn vervolgen, we zien het, we zien dat het allemaal corrupt is. De officier van justitie zei, maar u schrijft, u verandert dat rapport. Jan Vergeels uit Haarlem zei, dat doe ik niet. Ik zie het, en psychiater Vieten, de contra-expertise psychiater, die het lef hadden om tegen het Vergeels op te nemen. Ja. En dus is opgeheven. Dus we gaan het niet meer over die oude zaken hebben. Okay. Maar nu begrijpt u een beetje waarom ik uitkom. Ik zeg het alleen maar, van zo heeft u een strafblad en daar staan nog wat meer oude zaken op. Voor de rest zie ik niet dat er onvoorwaardelijk gevangenisstraffen zijn opgelegd, maar ik kan me wel voorstellen. In verband met boetes of zo, gegijzeld tot in hechtenis bent geweest. Wat ook niet kan, hè? Van de BUPO mag dat niet. Door administratieve handeling of civiele justitie mag je nooit iemand zijn vrijheid ontnemen. En toch gebeurt dat in dit land. Ja. Omdat die kassen moet rinkelen voor de bankiers en de politici die daar iets meer hebben. Ik begrijp het. Ja. Dus dat is hoe is het verder in uw persoonlijk leven? U heeft geen werk natuurlijk. Nou, goed. Dat is goed. Ja. Ik ben telonoom in zijn service. Ik zet projecten op, maar doe dat zoveel mogelijk buiten uw bankierschool. Ja. Want anders ga ik er verkeerde mensen door. Je krijgt er ook geen geld voor. Soms kun je er niet helemaal omheen. Maar over het algemeen, kijk, dan kun je zoals CMN, dit is een multinational, een ander. Want geld is geen spul, hè. Dat zijn die papiertjes en die muntjes, maar de rest is geen geld. Voor de wet is het geen geld. Wat die bankiers doen met dat boekhoudkundig dingen zijn. En waar het CIB zegt, je moet het boekhoudkundig overmaken, dat is alleen maar vals. Want het kan niet, dat is namelijk geen geld, nooit geld geweest, zal nooit geld zijn. Maar het echte geld is gegeven, tussen die grote computers neerzetten, dat verzwijgen ze. Dat verzwijgen de bankiers, de overheden en de multinationals. Want zij hadden de computers als ze in hun eigen zak gestoken. En waar leeft u van? En waar krijgt u uw geld vandaan? Ja, zoals wij dat zeggen, I'm sustained by the love of God. Van de uitkering, voor zover ze mij die hebben moeten geven door die, voor die valse beschuldiging werkte op Schiphol, met de prikklok. Ik deed er studies bij, dus ik had nog studieinkomsten. Ik had er baantjes bij, ik had de huizen, projectontwikkeling, al dat soort dingen. Maar dat kon niet meer door die leuke etiketjes die ik kreeg van de koning, toen was de koningin. Dus dan kun je niet meer terug naar Schiphol. En toen zei dus het UWV, wij zien dat dit voor geen kant klopt. Maar we zien ook dat ze een recht heeft op een ziekte. Arbeidsongeschiktheid. En toen hebben we een afspraak gemaakt dat we geen gezeur minimum inkomen zou krijgen tot het juridisch recht gezet was. Daar ben ik nog steeds mee bezig. En dus ook van de kans natuurlijk ook weer wordt vastgelegd. Ik ben één van die zaken. Ja, dat is ook. Ik ben er erg blij met u. En met u alle drie. En ook weet ik mijn naam. All right.
let wel op. Dat is het niet mijn fout. Ze moet je uitbrengen. En de griffier is de belangrijkste functie. Want die maakt het van de woordwet. Wij zijn maar, voor de griffier zijn we maar pionnetjes. Waar waren we? We waren eigenlijk bij waar u van leefde. Ja. Bij de politie zei u dat u een arbeidsongeschiktheid uit. Ja, en toen kreeg ik dus een deal gemaakt dat ik geen gezet heb. Ik heb echt zeg maar een basisinkomen van 800 euro gekregen. Dat is beslag vrije voet. Zodat daar niemand aan kan komen. Daar kun je niet van leven. Nee. Maar niemand kan van geld leven. Maar, of dat zei Mahabharata, kunt u er wel op van rijden. En de Anastasia dorp gedachtegoed. Dus van het boek van Anastasia is van Vladimir Begreep. Ik ben veel andere dingen bezig geweest, waardoor je kunt kapitaliseren. En eigenlijk als je goed zaait, zul je goed oogsten. Dus dat is het belangrijkste wat wij ook in Mahabharata voorstaan. Het doel goed, dan zal het ook goed terugkomen. Maar het wordt lastig als er dan mensen komen en die gaan dat ontwrichten. Op grond van privégemaakte graaibeetjes gaan ze je productiemiddelen afnemen of je werkmogelijkheden. Zoals die Mercedes en Audi. Dat is heel vervelend. Want het is niets dat wij daar in tekort doen. We hebben een betere APK. Het wordt door gewoon naar RDW-APK mensen gedaan, maar nog beter. Onze eisen liggen hoger. De belasting hebben uw district gezet. Vertelt u maar wat u wil hebben voor het gebruik op, voor het onderhoud en de veiligheid op de wegen. Betalen we zo aan u. Dat wil niet zeggen dat we mee betalen aan het deel van het schijfvaartenstraat of naar de oorlogen die illegaal zijn in Irak en in Syrië en waar ze ook maar weer bezig zijn. Dat niet, maar voor een veilige weg en voor het onderhoud betalen we graag mee. Goed. Nou, ik bespreek ook even kort de persoonlijke omstandigheden van de niet verschenen Gent-Teunissen. Nou, de natuurlijke daarvan zie ik ja, het is ook bekend bij justitie met een strafbalans. Ik zie daar redelijk recent van een beslissing van. Dagvaarding loopt vanwege het gebruik op 17 augustus van 2014 van harddrugs. Binnenhuizen, dat moet wel lonend zijn. Ja, dat is wel een oude zaak. Kunnen de kinderen dom zijn? Nee, het is nog niet oud, maar hij loopt nog. Hij is aangehouden, want dat is de verkeerde oproeping voor Andon. En dat is natuurlijk blij, want hij, je kunt ze ook op YouTube zien. Hij gebruikt die mogelijkheid om te zeggen hoe dat anders hoort te zijn met de wetgeving en verantwoordelijkheid van mensen. Maar dat kunt u zelf ook vragen. Als Andon is zijn, dan geloof dat hij het verder gaat. Dus denk ik dat dat dezelfde zaak. Politierechter Utrecht, die ter zake van harddrugs te Binnenhuizen, maar heeft opgelegd dat geld moet van 360 euro. Ja, het gaat nu over uw zoon, dus ja, maar dat, u hoeft daar ook niet op te reageren. Ja, nee, dat is geen probleem, hoor, want ik zit erbij in die zaak. Eigenlijk had uw zoon hier moeten komen om het zelf te zeggen. Mijn zoon is, hij zegt alleen, ik ben niet die natuurlijke persoon, ja, maar dat is inderdaad zijn probleem, ja. Nou, ik denk uw probleem, want hoe moet u het dan oproepen? Ja. U moet dan toegeven dat het een corrupt systeem is. En dan zie ik verder nog wat in wegenverkeers met. Mevrouw de officier, heeft u in beide zaken nog vragen of opmerkingen over de persoonlijke omstandigheden? Nee, dank u. Dan merk ik nog op dat er in het dossier een beslaglijst zit en dat betreft dan de drie auto's en de drie kentekenplaten. Ja. Ik zie op de beslaglijst aangetekend de vernietiging. Wel na vijf dagen al, hè? Dat in plaats van onderzoek. Dat er nog een beslissing op moet worden genomen. Ze moeten gewoon terugkomen. We hebben ze nooit met het oogmerk van de herkenning te bemoeilijken. Wanneer ze integendeel, we hebben gepubliceerd, we hebben het op het journaal gekregen. 4 miljoen mensen hebben in Nederland gezien waar de kentekenplaten bij horen. Het verhaal is allemaal, maakt de pers wel iets anders van, die maakt het leuker. Maar het is absoluut niet om het te verstoppen of er iets mee te doen. Het is allemaal volgens de wetgeving en de internationale wetgeving. Gelukkig wordt dat artikel 36 of 37 erbij gehaald. Dus u heeft al gekeken naar die internationale wetgeving. Maar er zijn afspraken gemaakt met de districten.
houden ons aan alle dingen. Dan moet u me aantonen dat dat niet zo is, want wij hebben alles gedaan om dat helemaal keurig te doen. En op geen enkele wijze hebben we bemoeilijkt of die auto's probeert te verstoppen. Ja, we zijn niet meer van de Nederlandse NW. Dus je kunt ook van de Duitse overweg gaan zeggen, hij zit in Nederlandse praat op. Ja, zo is het niet. En dat kan het zomaar. Goed, duidelijk. Ik denk dat we nu eerst eens gaan luisteren naar de officier van justitie. En de hoofdhalve officier vertelt van ons dat jullie alles gehoord hebben, de, u ook gehoord hebben, dat ze tegen de zaak aankijkt. De veiligheidsvisitoren, zal ik het een soort van verhaal vandaag? Nou, of u het toch graag tegelijkertijdig beide zaken zou kunnen voordragen. Meneer politierechter, wat ik in ieder geval bewezen verklaar, en dat is, daarbij ga ik uit van de, wat in de telastlegging staat, dus wat de situatie was op 8 februari 2015, dat we geconstateerd dat de Audi voorzien was van kentekenplaat 7 MBH 69. En daarmee eigenlijk bewezen dat G. Teunissen in dit geval, in ieder geval als houder, verantwoordelijk kan worden gehouden voor die valse kentekenplaten waarvan hij weet dat die vals zijn. En ten aanzien van de heer J.P. Teunissen, die andere twee voertuigen, 6 MBH 66 en 9 MBH 99, waarvan die kentekenplaten ook naar begrijp aan hem toebehoren. En ik verzoek u dan de andere te laten zeggen de feiten om daarvan vrij te spreken. En daarbij merk ik op dat dan die heb je ook als pleger aan, niet als medepleger. Ja, dat is een strafbaar feit. Maar Barata is een niet erkende staat in Nederland. En daarmee zijn de kentekenplaten vals. Ik ga me verder niet in die discussie wikken. Dat is het standpunt dat ik hierin inneem. En dat betekent dat, dat naar mijn mening beide heren strafbaar zijn voor dit handelen. En dat er ook een straf moet volgen. Nou, daar zijn richtlijnen voor. En daar staat voorgeschreven een geldboete van €700. Dus ik vraag u om te veroordelen JP, de heer JP Teunissen, tot een geldboete van €1400 en de heer G. Teunissen tot een geldboete van €700. En ik verzoek u om de voertuigen verbeurd te verklaren en de valse kentekenplaten te onttrekken aan het verkeer. Dank u wel. Dank u wel. Dat is wat officier van justitie dan voorstelt. Politierechter, dat ben ik dus, die moet straks beslissen, maar dat doe ik pas nadat ik eerst van u het laatste woord heb gehoord. Ja, kijk, in de strafbaarheid wordt er een benadeelde partij te zijn. Die is niet aan te wijzen, want er is niets gedaan, er is niemand benadeeld. Het is wel degelijk zo dat alle stappen genomen zijn van de Haberata, dat het een welbekend land is. De overheid doet de telefoon, je hebt het stilzwijgend consent erin. Nog los van de bedankbrief die we hebben gestuurd daarvoor. Zoals dat in bestuursrecht ook geldt, de termijnen en alles. En al die stappen zijn genomen. Als wij iets zouden doen wat iemand schaadt, dan mag je er wel op aanspreken. En als het nodig is voor straf, dan moet je nog weten dat die straf zinvol is. Want als ik begrijp wat ik hier zou doen, dan zou ik het over het algemeen niet herhalen. Hier is niets fout gegaan. En los van die geldboetes met geld dat dus geen geld is waar we het over hadden. Ook nog eens auto's van €10.000 afpakken. Dit slaat nergens op. Daarbij is niets vals aan. Die platen zijn absoluut legaal geregistreerd. Alles is gedaan zoals het hoort. Dat dit district, wat wij noemen het spiritueel district Holland, dit niet leuk vindt. Net zoals ze het niet leuk vinden dat wij soms met de vingers op die gevoelige plekjes wijzen. En ja, u kunt ervan lachen als u zegt, ja. Nee, ik mag niet de individuele mensenrechten verklaren als mens, want dan kan ik mijn functie niet meer voldoen. Maar sommigen worden heel boos. Sommigen van uw collega's worden heel boos. Gisteren hadden we hele boze rechten, meneer Van Eyck. Dat is het dossier. We hebben een verhoudingskamer hier over meneer Van Eyck. Die wilde niet eens. Die hebben niet eens een proces verbaal gemaakt. Want, ja, ik zie u ook zijn. Nou, daarom ben ik blij met u. Van, wat gebeurt hier? We hebben meneer Maarten van Luijsselt, en uw baas hier, hebben gezegd, we verklaren de hele zaak niet. Ja, nou, we hebben niet naar de koning gestuurd, maar dat is ook niet uw baas, zegt u dan. Ook niet naar de paus, dat is ook niet uw baas. Echt, dat is eigenlijk eigen baas, onafhankelijk. Eigen onafhankelijk, maar goed, hij is dan wel de baas van dat het hier goed loopt. Dus zegt, hé, want we hebben een kopie ook aan Nico van Eyck
gestuurd. En zegt, nee hoor, ik vind dat niet belangrijk. Hij legt het gewoon naast zich neer. De nietigverklaring, dat de bruikingskamer en geen camera's erbij doen. Dank u wel dat u dat wel wilt, want dat geeft eigenlijk wat grondrechten terug. En ook daarin breekt u de universele mensenrechten en de persrechten. Dat geeft u eer, dus complimenten. Maar veel van uw collega's proberen alles te doen om dat te voorkomen. Inclusief die bruikingskamerrechten, rechtbank. Geen camera's, geen opnames, niemand erbij. De griffier, misschien was iemand wel, heeft heel hard getypt. Dus ik denk, dit wordt leuk. Ook toen de rechters dingen zeiden, hè, van, ik zei, bent u waarschijnlijk ook aan het bedreigen? Nee hoor, want dat is een van die aanklachten tegen meneer, dat we bedreigd werden. Door meneer Van Eyck, het zal hem op papier als u het wel hebt, dan even voor te maken. Omdat de zaak een beetje op lijkt. Het ging om een andere voertuig. Ja, want u bent ook aan het bedreigen. U bent mij nu aan het bedreigen. Spullen afpakken, met boetes, u kunt ook nog gevangenisstraf eisen. Dat is allemaal bedreigen. Ja, maar dat is het werk van een officier, hoor. Nee, niet van de mensen. Ik wil dat als u nou even teruggaat naar de zaak waar het om gaat. Okay. Dus zeg maar over het dreigement van officier. Hè? Want officier die eist dus flinke boetes en voor die feiten dan. Onder het bestuursrecht, nee, de straf, het mag zijn dat u bedreigen, ze mag niet dwingen. Ook al kan zeggen dat is mijn taak, nee, haar taak is om dingen goed uit te zoeken. En dan mag u bekijken, maar ze mag u ook bedreigen. En zeker geen valse dingen vertellen. Dit zijn volstrekt eerlijke kentekens die ook zijn geëxporteerd. Daar kan de exportverklaring, de vrijwaringen, al die dingen. Dus daar is helemaal niks over te zeggen. Dan kan ik ook zeggen, er komt een auto van een heel ver land hier. Maar om het maar te vastketten. Het zou dus eigenlijk moeten beslissing zijn, vrijspraak. Ja, iemand zei, u zal dan de zaak moeten seponeren. En dan moeten die auto's teruggegeven worden. Maar officier zou kunnen seponeren. Dat heeft officier niet gedaan. Dat heeft ze niet gedaan. Het is aan de rechter voorgelegd. Dus dan is het aan de rechter. Dus ik moet een keer beslissen. Natuurlijk, wordt dat vrijspraak te zijn. En u bepleit vrijspraak in alle zaken. Ja, tuurlijk, want dit slaat helemaal nergens op. Daar worden fouten gemaakt, daar wordt gedwongen, daar worden valse dingen gezegd. Ja, we nemen die auto's mee voor ons, is oké. Okay. Ja. En dan worden ze vernietigd binnen 5 dagen door iemand die wij helemaal niet gesproken hebben. En waarom het vrijspraak moet zijn, dat heeft u eigenlijk al uitgelegd. Dat wij absoluut eerlijk en voorbeeldig zijn. En als we ergens niet voorbeeldig zijn, mag u ons corrigeren. U zegt, oh, iemand had het sowieso moeten doen met die internationale wetgeving, prima. Maar niet in die arrogantie, alsof dat ineens niet bestaat, omdat u dat vindt of zegt, of zo wenst. Of van iemand moet zeggen, dat kan ook nog. Dat weet ik niet. Ja. Maar we zijn hier voor de waarheidsvinding en voor de waarheid. Hier hebben we alles gedaan wat klopt. En of het ene land het heel fijn vindt en het andere land het niet fijn vindt, of dat u hier wat blij van wordt en uw collega boos, dat maakt niet uit. Dat is, kan wel verschil maken dat het leuker is of minder leuk, maar dat is altijd als je op straat houdt ook. Ik vind het leuker om met u te praten nu toe dan met veel van die moeilijke collega's. Maar dat maakt niet uit voor de zaak. U hoort het eerlijk te toetsen. En dat deed de eigenlijk niet, dat deed de vraag is aan niet. Ik hoop dat u het wel doet. En in ieder geval merk ik dat u toch wat ruimte geeft. U zegt het normaal niet aan mij. Staat af en toe, je zegt ik ga zitten, ik ga niet zitten, ik vind het toch goed. We staan op gelijkwaardige wijze, u in uw functie, ik in mijn functie. En nu moeten we kijken wat waar is. En dat is hoe je met zwaar met elkaar omgaat. En dat geplunder van de staat met zelfgemaakte privéwetjes die niet te controleren zijn of niet te... Nee, het is misschien niet leuk voor de kiezer, het is misschien niet leuk voor de koning dat mensen zeggen van... Sorry, dat Koninkrijk de Nederland met die democratie is nooit democratisch begonnen. Dus hoe kunnen we het over een democratie hebben? He, ga terug naar Napoleon, in 19, hoe was het? Die Willem die erbij gehad werd door de Pruisen en de Oostenrijkers en de Engelsen om te voorkomen dat die vrije Bataven hun Bataafse gronden weer kregen. Als het over een grondwet gaat, zijn het de Bataafse gronden. Die zijn nog steeds geldig. Sindsdien allemaal bezettingsmachtig. Maar gaan we weer terug naar de geschiedenis. Ik ga toch zeggen van over de zaak heeft u gezegd, ik hoor uw conclusie, vrijspraak zou het moeten zijn. Absoluut, want er is niks. Dan beschouw ik dat ook als uw laatste. Artikel, om het internationale recht zijn wel erkend, anders moet u maar bewijzen van niet. En, want dat is uw plicht om te bewijzen. En onder dat 41
Het oogmerk, de herkenning van het vervoerder van het voer, kenteken boemoedige, is helemaal niet aan de orde. Al zaten de Arabische auto's op uitdelen van de Arabische of kentekens uit de Arabische land, daarmee is Arabië niet bezig om het u te bemoedigen. Wel nee, he, dat teken is een oomteken, kunt u zo googelen. Oom is de oerklank van het universum. Dat is het goddelijk geluid van alles mee begonnen. Niets wordt bemoeid, daarbij weg helpen aan alle kanten uitleg te geven. Dat ziet u op de YouTube's over, als u dat kunt zien, hoe die auto's op Thais ook u tegen Griek zijn, en daar worden dan en zo is hetzelfde cultureel, maar ook state of comfort in Lancia. Lancia is weer nieuw. Ik ga het nu toch afronden. Ik beschouw dit als uw laatste woord. Als het dat betekent ook dat ik nu het onderzoek sluit en dat ik u nu ook meteen uitspraak ga doen. En met de Teunissen begint het er eigenlijk altijd mee dat ik mij moet gaan uitlaten over de feiten zoals ze te last gelegd zijn. En dat ga ik dan ook meteen doen in beide zaken, dus ook in de zaak van uw zoon. En nou is u alle drie hetzelfde te last gelegd. Hier ter zitting is duidelijk geworden dat het gaat om drie auto's, maar dat eigenlijk twee auto's, volgens mij de Mercedes, die zijn meer aan uw persoon gekoppeld via kentekens op uw naam, 66 en 90. Ze zijn allemaal van de community of the museum. Ook de kentekenplaats. Ja, maar aan uw persoon gekoppeld toch. Maar daar goed, is toch het gemeenschappelijk voor het goede doel. Moet nou even luisteren. Dit is nu de uitspraak en daar hoort u niet tussen te komen. Goed. Ja? Dat betekent ook dat ik na deze feitelijke behandeling in beide zaken de conclusie trek dat uw zoon gerelateerd is aan het kenteken eindrijdtop 69. En dat is het eerste lastgelegde feit. En dat uw persoon het meest te maken heeft met de kenteken 66. Goed. Dat is op zichzelf natuurlijk geen strafbaar feit. Het gaat erom of daarmee u ook een strafbare feit zoals te lastgelegd bewezen kan worden. En dat is, kort gezegd, voor alle drie de auto's is te lastgelegd dat de betrokkenen zich niet rondrijden met een vals kenteken. Namelijk het kenteken dat ofwel niet rechtmatig door Nederland is afgegeven, ofwel dat niet geldig en door Nederland erkend door een buitenlandse autoriteit is afgegeven. En dan moet ik u toch aan het teleurstellen, maar kentekens afgegeven door de staat Maharaja worden in Nederland niet herkend. En daarmee zijn ze vals. En daarmee kom ik tot een bewezen verklaring voor wat betreft zo'n. Voor gaat het dan om het eerste feit. En voor wat betreft u gaat het om de feiten 2 en 3. En dan hebben we het over strafbare feiten. En dan is altijd de vraag van wat is een passende straf daarvoor? En daarvoor kijken we naar allerlei omstandigheden. We kijken natuurlijk naar straffen die in het algemeen daarvoor worden gegeven. Maar we kijken ook naar de persoon die het betreft, de beweegredenen die er zijn geweest en dergelijke. Als we denken aan boetes, de officier die spreekt over boetes, dan kijken we ook eigenlijk naar de financiële positie. En uit het dossier is het naar voren gekomen, dat is niet zo florissant voor u niet en voor uw zoon niet. Ga ik ook rekening mee houden. Dat betekent toch dat ik er een prijskaartje aan ga hangen. Gevangenisstrafnaam vind ik niet passend voor dit delict. Waarmee ik niet zeg dat het een onbelangrijk delict is. Want het gebruik van valse kentekens heeft wel vergaande gevolgen. Bijvoorbeeld omdat de auto's de facto niet verzekerd zijn. Een werkstraf lijkt mij ook niet verstandig, gelet op bijvoorbeeld op de arbeidsongeschiktheid. We gaan er dus afdoen met een boete.
700 euro. Ik zal meteen daarbij vastleggen dat hij dat kan betalen in 5 termijnen. En voor u gaat het om 2 auto's en leg ik u op een boete van 1400 euro. En ook dat kan in 5 termijnen. Meneer Johan Peter Teunissen, dat is de beslissing. Veroordeling ter zaak van 2 feiten en een boete van 1400 euro. Als u het er niet mee eens bent, heeft u 2 weken de tijd voor hoger beroep. Dat heeft genoteerd worden dat we hoger beroep aantekenen. Dat kan niet hier. Bespreekt u dat met de bode, die wijst u dus terecht. Maar wat is uw beslissing ten aanzien van de voertuigen? Dat moet ik ook nog even zeggen. De voertuigen die worden verbeurd verklaard, omdat daar het strafbaar feit mee is begaan. Kentekenplaten die worden vernietigd omdat het verboden kentekens zijn. Dat is de beslissing. Mag u weer gaan? Ja, het is op het helemaal van tevoren al bedacht. Meneer, ik doe dit 30 jaar. Ik denk het iedere keer weer opnieuw. In ieder geval wat nieuws gehoord. En dat heb ik zeker. Voor vandaag was dit. Mag u weer gaan? Dat kan het, ja.